Zo, daar ben ik weer. Vandaag doe ik een kleine unboxing van iets anders. Een andere gadget. Een routertje. En wel de D-Link Wireless AC1200 router. Nou, zoals jullie kunnen zien, dual band, gigabit, cloud router. Ik heb hem voor een zacht prijsje kunnen meekrijgen. En ik was wel toe aan een nieuwe router, aangezien mijn Sitecom 300N die ik heb, nu in gebruik heb niet zo naar mijn wensen werkt. Dus ik denk, laat me maar eens een AC-router gaan proberen. En ik had ook niet zin om gelijk de volle pond te gaan betalen. Want die AC-routers zijn tegenwoordig nog een beetje duur. Dus ik heb deze op de kop kunnen tikken met de iBoothond. Dat is €50. Dus ik denk, waarom niet voor €50? Doen we gewoon eventjes. Nou, zoals jullie zien is het een router. Ja, standaard 4 poorts gigabit aansluitingen. Een USB poort. Ik geloof dat het 3.0 is. Zal het niet gaan gebruiken, denk ik. Nou ja, wat zit er nog meer op? Input. Power connector. Nou ja, leuk allemaal. We gaan hem even openmaken. Kijken wat er in de doos zit. Ik heb speciaal gewacht om de unboxing te doen. Eerst de unboxing film en dan pas ga ik hem installeren. En ik ben een beetje langzaam geweest met nieuwe reviews en andere unboxings te doen. Ja, ik heb het een beetje druk gehad met werk, hè. Moet ook gebeuren. Nou, dit zit er dus in de doos. Laten we die even opzij leggen. Hier heb ik de doos. Nou, er zit nog netjes foldertjes, boekjes, cd'tjes, start hier. Zie je dat? Start hier. Warranty. Ja, allemaal leuke dingen. Die gaan weer netjes terug in de doos. En gewoon naar het belangrijke spul. Wat zit er nog meer bij? Hier zit een adaptertje bij. En dit is dan de D-Link AC1200. Nou, op de foto ziet hij er groter uit. Het is maar een heel klein apparaatje, zoals jullie zien. Kijk, hij weegt ook niks. Lijkt erop er niks in zit. Het is de DIR850L, zoals jullie kunnen zien. Nou ja, hij is al beveiligd en al. Dus dat wordt ook netjes gedaan. Nou ja, dat ga ik straks weer wijzigen natuurlijk, want... Hij moet natuurlijk een eigen verzonnen naam en wachtwoord krijgen. Maar zoals jullie zien, out of the box kunnen jullie hem gelijk gebruiken. 2.4 netwerk en een 5 giga netwerk. En er zit ook een wachtwoordje op. Leuk. Dan vraag ik me nu wel af waar die AC netwerk gebleven is. Maar goed, hij zal wel op AC uitzenden. Nou ja, hier staat ook Connect Cloud Device, Run Wizard, First. Nou ja, dat is leuk en aardig allemaal, maar dat doen we straks wel. Nou, de 4 gigabit poortjes en WPS knopje zit er ook nog op. USB, volgens mij is dit niet 3.0 hoor, maar weet ik niet zeker. En ja, een beetje branding, D-Link. Nou, voor de rest niet veel bijzonders. Ja, een LED-letje met de wereldbol. Ik denk als je internetverbinding hebt, dan gaat die aan. En een aan- en uitknopje. Meer zit er eigenlijk niet op. Ja, de onderkant. Je kan hem ophangen. Dus daar is wel aan gedacht. Dat is heel mooi. En een resetknopje zie ik hier ook nog. Een resetknopje. Dus hij hoeft niet alleen maar te staan. Je kan hem ook gewoon hier aan deze twee haakjes kan je hem gewoon ophangen. Dat vind ik wel handig. Want ik ga hem waarschijnlijk toch wel ophangen. Dat is mooi. Ja, dit was de korte unboxing van de D-Link, wat is het nou weer, DIR850L AC router. En binnenkort krijgen jullie nog meer te zien hoor, want ja, ik heb hem wel, maar ik heb er echt geen tijd voor gehad. Hier is die, de LG G-Pad. Even kijken, zit er nog voeding in? Ik heb alleen maar het apparaat gekocht en voor de rest niks mee gedaan. Dus dat is de LG G-Pad. Hier krijgen jullie nog een reviewtje van. Daarnaast hebben we hier nog een
geheel iets anders. De iPad Mini Retina, die hebben we ook nog. En hier heb ik wel een beetje mee gespeeld. XBMC heb ik hier opgezet. Dat is een leuk speeltje. Dus hier krijg je ook nog een review over. Daarna krijgen jullie nog Versus, hè, de LG Pad tegenover de Nexus 7 2013. Tegenover de iPad Mini Retina. Daarna heb ik nog een Sony Xperia Z Ultra liggen die ik ook nog moet reviewen. Dus dat gaat allemaal nog binnenkort komen. Ik moet dit even weer een beetje rustig aan doen. Zodra het rustig wordt met mijn werk kan ik weer de reviews gaan doen. Dus ik denk niet dat ik vergeten ben video's te maken. Dat komt binnenkort weer. Ik zou zeggen tot de volgende keer.